Zo, goedemorgen. Het is nu vrijdagmorgen. En, de omstandigheden zijn flink wat anders dan de laatste twee sessies. Het is nevelig, grijs. Het is net boven het vriespunt. En het gaat vandaag maar een graad of 4 worden. Met een wind uit het noordwesten in eerste instantie en draaiend naar het noorden. En ik hoop dat dat geen verandering in de activiteit van de snoek oplevert. Want de laatste sessies waren gewoon erg leuk. En, ja, ik teken voor een soortgelijk resultaat vandaag gewoon weer. Dus gewoon maar blijven kijken. Je gaat het vanzelf zien. En daar hebben we de eerste. Geen grote, maar hij doet zijn best. Nou, die heeft een flinke knauw gehad. Kijk eens even. Dat is echt een grote snoek geweest. Aan deze kant. Ja, dat moet echt wel een grote snoek geweest zijn, want dit is toch een vis van 70 centimeter. En dat plekje zit helemaal vol met bloedzuigers. Eens kijken of we die er een beetje af kunnen krijgen. Zo. Oké. Okay. Nou, ja, mag weer. Ja, 70. Ja, ja.
zijn best in ieder geval. Ze zijn weer niet groot vandaag. Groter, maar
denk niet dat het veel groter is. Toch een mooie vis zijn, zou ik denken. Het is een mooie, maar het is een hele grote. Het is wel sterk. Ja, weer een kleintje. Nummer 8. Ook weer een heel kleintje.
leuke. Vang je wat? We hebben er 2 nu. En ik had net een volger. Ik heb er 9. Ja, ja. Derde video van de week. Precies. Ja, ik ben maat van Rudy, maar Rudy vist tegenwoordig niet. Zit in Hongarije, ja. Rika, Oeganda. Foto's maken, hè? Hij belde me, zegt hij, het snoepseizoen voor mij zit erop. Nou, leuk. Ja. En nummer 10. Het is maar een dingetje, maar ja. Bloedzuigers. Hij mag weer.
en nummer 11. Dat is nogal mooi. En nummer 12. Moet er niet mee eens. En wat is het? Hoppakee.
hoop niet dat het ongeluk brengt, maar het is nummer 13. Normaal doen. Je mag op de foto. Je haar zit goed. En je mag weer weg ook. Nou, 13 heeft in ieder geval geen ongeluk gebracht. Ik geloof niet dat het een hele grote is, maar hij is wel lekker sterk en hij bonkt flink van zijn kop. Is mooi. Wel de grootste van de dag. Een dikke. So. Goh, hij is wel dik. Maar de meter haalt hij niet, denk ik. We gaan het zien.
Een zware vis. Een 94. Prachtig. Punt gaaf. Jongen, jongen, wat een dag was dit. Nou, over actie absoluut niet te klagen. Ik heb zelden in het laatste seizoen zoveel aanbeten gehad als vandaag. 14 stuks, 13 snoeken en een dikke snoekbaars. Een snoekbaars van, ik geloof, 72. Nou, 4 of 5 tachtigers en net nog een hele dikke 94. Ik geloof niet dat het veel beter kan worden, ja. Als je er een hele dikke meter bij vangt misschien, maar goed, je kan niet alles hebben. Ja, en degene die opgelet heeft, heeft gezien dat er op een gegeven moment een andere rail en een andere lijn op zat. En dat heeft te maken met het feit dat ik met de V3 rail, met de pipeline, op een gegeven moment vrij diep vast zat. Ik kreeg het niet meer los. Ja, dan breekt het helaas. En daarmee ook mijn titanium 7-strand lijntje weg. En daar moet ik eerlijk van zeggen, daar was ik toch wel van gecharmeerd. Maar goed, Peter heeft er nog meer, heb ik gehoord. Op zijn webshop kun je ze vinden, dus ik ga er ook een paar bestellen. En ja, dan hoop ik verder maar dat het doorzet zoals het vandaag was. Want het is een heel taai seizoen geweest tot nu toe. En ja, de laatste week, in ieder geval bij mij, loopt het lekker. En ik moet ook wel eerlijk zeggen, ik heb vandaag aardig wat andere mensen gezien, ook bellyboters. En die hadden alles bij elkaar niet veel gevangen. Maar ja, hoe dat kan weet ik niet. Ik heb heel veel lol gehad. En daarnaast gewoon lekker weer. Het was maar een graad of 6. En toen de zon er eenmaal doorkwam, was dat echt lekker. Ik heb lekker in de luwte kunnen vissen. Dus ja, alles bij elkaar super genieten. 2 zeearenden gezien. Topdag. Nou, volgende week gaan we er gewoon weer op uit. Dus gewoon blijven kijken. Gaat het vanzelf zien.